Wat ik heel graag doe in dit programma, en dat al bijna elf jaar... dat is nieuw talent uitnodigen en kansen geven. Dat is het mooiste voorbeeld. Hè? De jongens, weinig kenden die. En ondertussen zijn ze een hele stap verder. Uh, en daar zijn we heel blij mee, natuurlijk. En uh, Unicrace uit Mechelen is daar ook een mooi voorbeeld van. Wees welkom. Hallo, hallo, werd, goed. Unicrace, zeer goed. Uh, hoe lang woon je al in België? Eer al 14 jaar eigenlijk in België. Ja. Zijn, um, ja, van Amerika naar hier gepruist. En um, ja... Al 14 jaar, mij. Waarom ben je verhuisd destijds? Ik was eigenlijk getrouwd en mijn man is van hier. Um, en ja, ik dacht oké, okay, een keer een, een avontuur gaan doen. <laughs> hier in België te komen wonen. En ja, het is... Dus... En je bent hier gebleven? Ik ben <laughs> gebleven, ja. En tot nu toe, dat va, het is heel Ja, vertel ja. eens iets over jouw gezin. Ik ben getrouwd, uh, nu al 15 jaar eigenlijk. En ik heb vier kinderen. En um, ja, we wonen in, in Mechelen. Ja, Was de dus, grote dus, dus, aanpassing verhuizen naar Mechelen als je van Amerika Goh. komt? Eigenlijk wel. Mijn eerste twee jaar viel ik eigenlijk in depressie. Waarom? Want het is hier heel anders. Alleen ja, van de taal, de cultuur, eten, het weer. <laughs> Vooral dat laatste. <laughs> Vooral die. Maar, maar dan moest ik sowieso de taal gaan leren, hè. Dus ik heb dan Nederlands dan gekozen te gaan leren, en dat was een heel goede keuze. En dan direct moest ik um, en dan ook een opleiding gaan volgen. Dus ik heb dan mijn bachelor um, in verpleegkunde eigenlijk. Ja. Dus dat heb ik, dat heb ik dan um, gedaan en direct ging um, ik werken. Je bent verpleegster. Ja, ik ben verpleegster en ik heb al. Ik ben acht jaar nu bezig met um, het En waar doe je dat? In Mekkelen. Ja. Eigenlijk thuis verplegen doe ik, ik. Dus ja, ik ga sowieso bij de, um, bij de mensen thuis ja. gaan verzorgen. Mm -hmm. En het is superleuk. Allee, ja, ik heb sowieso van alles gedaan als verpleegkundige. Maar um, nu ben ik een thuisverpleegster. En het is leuk. Ik, ik, ik doe het graag. Ja. En hoe jong zijn je kinderen? Mijn kinderen? De oudste is twaalf. En dan de middenste is Evi, die uh, is acht jaar. En de laatste is een tweeling. Ze oh, zeven zo tof. jaar. Ja. ja, ja. En wat vindt ze ervan dat mama zingt? Tof, geloof ik. <laughs> tof. Ze doet mee um, soms um, met ons clip, videoclip. Ze doen dat heel graag. En um, ja, ik vind het heel tof ook eigenlijk ja. voor de kinderen. Ze begrijpen dat dat, dat is ook werk voor mama Oké. Okay. Alleen ja, dat ja, ja, is ja. ook werk. En ze begrijpen dat en ja, het is tof. We gaan eens kijken naar jouw nieuwste single. Yes. Uh, de titel is So Good. Mm -hmm. En straks hebben we het over de inhoud van dit mooie liedje. Daarnet kon je kijken naar de nieuwe single van Unique Grace, So Good. Uh, nu in Vlaanderen hier bij Men TV uh, te zien, maar waar mm -hmm. nog? Zowel in de wereld. Uh, ook in Amerika, in Londen, in de UK. In Nigeria, um, overal in, in, ja, in een paar landen in Afrika eigenlijk. En dat liedje is nu alleen op de BDS-charts in Amerika. En het is nu nummer 15. In het begin was dat op nummer 220. Eh? En dan alle radios in Amerika beginnen dat eigenlijk dan te spelen. En tjoep, naar tjoep. nummer 15. Tjoep, <laughs> zegt Juni ze, Grace. <laughs> en, en hoe komt dat? Hoe zijn zij ineens op jouw muziek geraakt? Oh ah, well, um, ik werk met een PR. PR-agentie um, in, in, in Londen. Okay. En ja, die hebben eigenlijk mijn liedjes dan overal ook doorgestuurd. Um, en, en ja, voor mij was het eigenlijk een shock. Want ik, ja, ik wist niet dat het zo snel zou gaan in mijn carrière. Ik ben nu al vijf jaar bezig in muziekcarrière. Hè. En ik, ik vind dat gewoon... Ja, ongelooflijk. Maar hier zijn we. Ja, blij dat je er bent. Waarover gaat het liedje, So Good... Um, weet je, de laatste twee jaar als een verpleegkundige was heel moeilijk voor mij. Mm -hmm. Want ik had eigenlijk de COVID gehad drie keren. En ik was zo moe als iets. Ik kon niks doen. Maar we moesten sowieso gaan werken als verpleegkundige. Mocht je niet thuis blijven. Zelf als je de COVID had. Hè? En um, ah ja, dus ik, ik wilde iets doen met zoveel energie en zoveel dat mensen kunnen blij maken. En, um, en dat is iets van... Ja, ik heb ge gebieden naar God van help mij. Ik ben zo moe, ik wil iets doen. Ik wil gaan helpen in het ziekenhuis, van alles zo. En, um, en ik, vind dat, ik vind dat mijn sterkte kwam eigenlijk van God. Mm -hmm. Voor mij opnieuw goed te maken. En, en, en dan, ja... En dan de rest is history. Ik heb met een producer gebeld van... Ja, ik heb mijn liedje. Het is een heel goeie liedje. Het is vol energie. En ik moet dat nu opnemen. En dat hebben we gedaan. Je hebt het zelf geschreven, producer. bedacht, tekst ja, ja. Oh, enzovoort. Ja. ik schrijf oh, mijn liedjes zelf. En, ja. Ja. Dus uh, samengevat, uh, drie keer had je covid, verpleegster. Ik kwam constant bij de patiënten, bij mensen thuis. Zelf geen energie, maar je kreeg energie van God. En daarover wou je zingen. Ja. En dat geloof, kreeg je dat mee met de paplepel? Dat um, was ja, yeah, van mijn familie. Ik was eigenlijk opgegroeid in een gelovige huis. Iedereen in mijn huis geloofde in God. En ja, dat is mijn sterkte, moet ik wel zeggen. Ja. En hoe reageren jouw kinderen, jouw gezin, hoe reageert het daarop? Ga je daarover babbelen met hen? Geloven zij ook? Ah ja, ah ja. zeker. Want thuis bieden we sowieso samen. We zingen samen, ook liedjes van, van de kerk samen. En we gaan naar de kerk in Brussel eigenlijk, om um, samen te gaan bieden en zingen met de mensen. En ja, ze vinden het wel belangrijk. In het ja. Heel fijn om met jou kennis te maken, Unique Grace. Een naam om te onthouden, een wereldster in wording. <laughs> Zoveel is zeker. Maar <laughs> je blijft toch komen en naar hier met je nieuwe liedjes? Dat zal ik wel doen. Is het goed? Succes <laughs> met So Good en nog een hele mooie zondag. Dank je, Herbert. Je ook. En jij bedankt om te kijken. Heel graag tot volgende week.